Die werd gevolgd door Miguel Pastrana uit Spanje. We gaan een klasse verder. De categorie onder de 1,55 meter. In het geel zien we Gediminas Kosjes uit Nederland. En tegenover hem Ruben Melero, de Spanjaard. Kosjes traint bij Budofit in Baren, onder leiding van Willow Ancone. Terwijl Melero, de Spanjaard, de man met het totale zwarte tenue, dus de zwarte band. Hij traint bij de bekende school van José Luis Gil Cruz uit Mallorca. 12 jaar is Kosjes en 15 jaar is de Spanjaard Melero. Zeer jong dus nog. En vele van deze sporters, daarnaast ook andere vechtsporters zoals karate, judo, etc. Taekwondo, het zijn allemaal mensen die een achtergrond hebben. Deze techniek die je hier ziet, die levert normaal gesproken een ippon op. Maar goed, er is reeds ja mee gezegd, stopt. Als je de nunchaku van je tegenstander afhandig kunt maken, dan kun je daarmee een vol punt scoren. Maximaal 6 punten, dus 3 ippons, 3 volle punten of 6 wazaris. Net zoals dat bij het traditionele puntenkarate het geval is. En kijk eens even, snel reageren, meteen die aanval maken en dan scoort hij daarmee een half punt op het hoofd van zijn tegenstander. Krijgt daar een vermaning voor. En zeer veel publiek hier in België dat ook hartstochtelijk hun favorieten aanmoedigt. In Nederland is het zeer populair, zelfs mateloos populair. De nationale kampioenschappen die hier gehouden worden, die zitten altijd bom en bom vol. En echt tussen de 2.000 en 3.000 mensen echt te genieten van deze toch wel zeer sensationele Nederlandse vechtsport. Voor de eerste maal dus een WK. Na diverse zeer succesvolle Europese kampioenschappen. Men heeft er gekozen hier voor de Belgische tongeren om het ook buiten Nederland te blijven promoten. En de organisatie die in handen was van de Belgische Nunchaku Federatie, die liep echt op rolletjes hier. Steeds weer die schijnbewegingen door de sporters, die overpakkingen die helemaal gemaakt moeten worden voordat je mag gaan slaan. Minimaal 2, ik zie het hier de score in beeld. En de Nederlander Gediminas Kosjes staat nog steeds voor. Hier weer die ineenvlechting van nunchakus. Nogmaals, die dingen die komen best wel stevig aan. Ik heb eens een keer mogen meetrainen met zo'n training. Waarbij dit nunchaku gebeuren plaatsvond. En ik kan u verzekeren, het was een openbaring. Beduidend harder dan ik ooit had gedacht. En je moet echt van hele goede huizen komen. En een zeer goede conditie hebben om dit op dit niveau te kunnen volhouden. En langzamerhand probeert Melero langs zij te komen. Maar ja, de tijd dringt en hier weer een counter. 1-2. De score van Kosjes was als eerste. En dat betekent dat Kosjes, de Nederlander, de wereldtitel mee naar huis mag nemen in de klasse.